In groep 8 van basisschool De Bonkelaar in Almelo hebben ze vanmorgen op de stelling gereageerd. We gaan dus bij ze langs om erover te praten. Wie van jullie praat er wel eens over met je ouders? Meer dan de helft wel, denk ik, hè? Ja, mijn ouders praten wel veel over dat ze bijvoorbeeld de rekening moeten betalen. Dat is allemaal duur geworden. Ze praten eigenlijk elke keer over, bijna elke dag eigenlijk wel. Mijn moeder praat wel heel veel over met mijn oudere broer. Ja, dat alles gewoon duur is geworden. Gaat er veel over dus thuis en sommige van de kinderen hier merken dat zelf ook. Jawel, want alles is wel ietsjes duurder, dus moet je ook juist meer langer sparen om iets te krijgen. Ja. Ja, dan kunnen we minder dingen kopen, bijvoorbeeld minder dingen voor PlayStation. Ja, want weten jullie eigenlijk wat dat is, inflatie? Moeilijk woord, hè? Leggen we je uit. Inflatie. Het komt vooral doordat energie, dus olie en gas, een stuk duurder is. Veel olie en gas komt uit Rusland, maar door de oorlog met Oekraïne is dat nu heel ingewikkeld. Voor veel producten die gemaakt worden, die je kunt kopen, is olie of gas nodig. Fabrieken hebben het nodig om de spullen te maken, maar het is ook nodig om ze te vervoeren naar de winkels. En dus kosten spullen meer als olie en gas duurder is. Nick Wouters werkt als journalist voor de NOS en weet alles over economie en over geldzaken. Toen wij dat cijfer binnen zagen komen, dan kijken we elkaar ook aan van wow, we hadden niet gedacht dat die problemen zo erg zijn. Want vandaag werd dus duidelijk dat de inflatie 12% is. Dat betekent dat spullen nu 12% duurder zijn dan een jaar geleden. Iets dat vorig jaar 100 euro kostte, kost nu dus gemiddeld 112 euro. En dat is bijna overal te merken. In de snoepwinkel, want ook daar zijn de prijzen omhoog gegaan. En je gaat het ook bij de zwembaden merken. Die moeten verwarmd worden, dat water. En dat verwarmen van dat water, dat kost meer geld. Dus die willen dat ergens vandaan halen, dus moet jij meer betalen om te gaan zwemmen. En dus zijn veel mensen nu voorzichtig met hun geld. De kinderen in de klas ook. Hoe doen jullie dat dan? Rekening houden met die hoge prijzen of minder uitgeven? Het duurt sowieso niet zo lang. Maar maximaal ook maar 10 minuten of zo. Ja, ik kijk wel wat ik eet en hoe duur het is, zodat mijn moeder dan niet te veel hoeft te betalen om wat ik allemaal eet. Bijvoorbeeld, je wil een speelgoed van 20 euro, maar dezelfde speelgoed, maar dan ietsjes kleiner, die is 10 euro. Dan zou ik liever voor de 10 euro kiezen. De prijzen blijven voorlopig hoog en dat is voor veel mensen een probleem. Maar er wordt naar een oplossing gezocht, zegt Nick. De overheid die probeert wel te helpen met extra geld. Er zijn ook allerlei armoedeorganisaties die helpen. Dus op die manier wordt toch geprobeerd om ook die mensen te helpen. Maar ja, de problemen zijn wel heel groot voor sommige mensen.